Hartelijk welkom allemaal. We gaan vandaag fijn Bijbel lezen bij waar we gebleven zijn. We hebben Genesis uitgelezen tot en met hoofdstuk 7. En vandaag zijn we weer bij elkaar. Jurk Liesman is erbij, die zal zo dadelijk even hallo zeggen. Jelmer was er de vorige keer bij, die is vandaag, kon die niet. Jelmer uit Groningen. Maar wie er wel bij is, is Michael uit Duitsland, uit de buurt van Venlo. Nou, en heer, zeg even hallo tegen het Hollandische publicum. Ja, guten Abend. Das ist der Michael aus den deutschen Landen und ich kann sehr gut Deutsch sprechen. Darum ist er dabei, ja. Bedankt, Perry. Mhm. En ik ben blij dat ik deze keer ook wel bijstaat bij de Bijbellezing. En ik hoop, ik kan ook mijn Nederlands een beetje mooi meer proberen, een beetje beter te spreken en beter te verstaan. En dus is het ook een beetje een lessie voor mij in Nederlands. Ja. En jij bent een heel aardig mens en jij spreekt heel goed Nederlands. En ik denk, ik kan een beetje leren van jullie. Oké. Van jou. Ja, hey, tof. En even voor de kijkeraars, luisteraars. We doen het heel officieel in de drie goede, wat wij dan vinden, goede Bijbelvertalingen. Dat is de King James uit 1611. De Statenvertaling, de Nederlandstalige uit 1637. En de Schlachterbibel uit 2000. Is het niet, Michael? Ja, dat is juist. Ja. Dat klopt. Dus het wordt dus Engels, Nederlands en Duits. En dan allemaal de mooie vertalingen. Geen New King James of de Standard English Version of al de Goed Nieuws voor U Bijbel met moderne fratsen. We houden het gewoon bij de tekst die zo dicht mogelijk ligt. Bij in dit geval, omdat we het hebben over Genesis, bij de oorspronkelijke Hebreeuwse teksten. Nou, en dan degene die verantwoordelijk is voor het Engelstalige deel, de heer Jurk Liesman. Hallo. Ja. Ja, ik ben een beetje de vreemde eend in wat Nederlands betreft hier, want ik spreek ja geen echt Nederlands. Ja, ten eerste dat leef ik in België, mm-hmm. Daar spreken ze meer Vlaams. Ja. En dan nog, zelfs als hier mensen zijn die dat zogenoemde ABN spreken, ja, mm-hmm. Algemeen beschaafd Nederlands, ja. Ik heb geen hete patat in mijn mond, dus mijn uitspraak is meer normaal. Mm-hmm. Ja. En komt daar nog mee bij, ik heb mijn Nederlands ja geleerd door mijn schoonfamilie toen te leren kennen en af te luisteren en met die mensen te spreken en die kwamen uit Leuven. Ja. En die hebben natuurlijk altijd ook dialect gesproken. Ook als je dan een taal leert en je weet het verschil niet tussen ABN en dialect, dan gooi je die dingen door elkaar. Mm-hmm. Dus mijn zinnen zijn voor sommige Nederlanders hier en daar een keer misschien moeilijk te verstaan. Dat is gewoon omdat ik dialect midden in ABN daarbij gooi en ik heb daar zelf geen besef van, want ik ken dat verschil niet. Ik heb dat nooit niet geleerd. Ik heb Nederlands niet door ouders geleerd of niet in een school en niet in boeken. Ik heb dat autodidact aangeleerd. Ja. En vandaar ben ik een beetje de vreemde eend, want Michael die spreekt ingeduidst Nederlands, jij spreekt gewoon Nederlands en ik spreek dan ook nog Belgisch Nederlands. Ja, dat is allemaal een beetje door elkaar. Maar het voornaamste is, en dat moet ik eventjes nog een keer duidelijk gaan zeggen, Het voornaamste is dat we allemaal aan hetzelfde touw trekken en dat is de touw van Jezus Christus en dat we allemaal zijn taal willen gaan spreken en dat we allemaal dezelfde Bijbel lezen in welke taal dan ook, gelijk dat je gezegd hebt. Koning James, Statenvertaling, Schlachter 2000, allemaal Bijbels die gebaseerd zijn op de originele Masoretische tekst in het Oude en ontvangen tekst of Textus Receptus in het Nieuwe Testament. Mm-hmm. En dat is het voornaamste. Wij spreken de, ja, ik zal het nu niet noemen universitaal, want dat is katholiek, ne? Ja. Maar we spreken die taal die wereldwijd onder Christen verstaan wordt, namelijk het ware woord van God. Ja. En het gaat ons daarover om dit ware woord van God beter te verstaan. Dat is niet de eerste studie die ik in deze kapitel doe. Dat is ook niet de eerste studie die jij daarin doet of die Michael daarin doet. Maar dat is wel de eerste studie die wij samen doen. Mm-hmm. En wij vinden het allemaal van enorm belang dat men de Bijbel regelmatig leest. Want alleen door het regelmatige lezen van de Bijbel leren we God, onze Heer, veel beter kennen. En verstaan we hem veel beter en weten we veel meer hoe dat wij ons in dit leven moeten gedragen om van hem door de genade het eeuwige leven geschonken te krijgen, voordat het hier afgelopen is. Ja. Ja. En we zijn juist over een tijd bezig waar God de hele wereld heeft laten verzuipen, om het eens een keer een beetje plat te zeggen, mm-hmm. Omdat de hele wereld zo slecht was, dat hem gewoon zei van hier heb ik geen koesting meer in, alles verzuipen en format C, start opnieuw.
Ja. Ja. En dat heeft hem toen gedaan. Daar gaat hem nog een keer doen. Alleen gaat hem, ze dan niet verdrinken. Hij gaat ze verbranden. Dat staat zo geschreven. Mm-hmm. En wij weten ook dat daarna een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. En dat schone daarbij is, deze nieuwe hemel en deze nieuwe aarde, dat zal zijn met alleen maar die gerechten in mm-hmm. Christus. Dat zal een wereld zijn waar geen schaduw heerst. Dat zal een wereld zijn waar men niet van het kwaad weet. Mm-hmm. Dat zal een wereld zijn zonder ziektes, zonder haat, zonder donkerheid, zonder leugen. Al die dingen die wij niet zo plezant vinden in dit leven, mm-hmm. die zullen er daar niet meer zijn. En daar kijk ik naar uit. En ik denk dat ik niet alleen ben. Nee. En om te weten waarom dat we dat verdiend hebben, of we dat überhaupt verdiend hebben, of we dat überhaupt jemals kunnen verdienen. Ja, daarvoor lezen we de Bijbel en we zijn dus in het eerste boek Mose of mm-hmm. Genesis mm-hmm. in kapitel 8 aanbeland en gaan daar onze studie vandaag de dag voortzetten. Ja, hoppakee. Dat waren mijn 2 cent die ik hier voor de inleiding te zeggen had. Hartstikke tof. Nou, wat mij betreft mag jij ook aftrappen met het Engelstalige deel. Oké. Ik heb dus hier Genesis chapter 8, authorized version of the King James Bible from 1611. Chapter 8. And God remembered Noah, and every little living thing, and all the cattle that was with him in the ark. And God made a wind to pass over the earth, and the waters assuaged. The fountains also of the deep and the windows of heaven were stopped, and the rain from heaven was restrained. And the waters returned from off the earth continually. And after the end of the 150 days, the waters were abated. And the ark rested in the 7th month, on the 17th day of the month, upon the mountains of Ararat. Ik denk dat ik tot hier eerst een keer de Engelse versie lees. En dat jij nu overschakelt naar prima, de Statenvertaling. Dat dacht ik ook net, ja. Nou, dan pakken we nu de Statenvertaling erbij. En God gedacht aan Noach en aan al het gedierte en aan al het vee dat met hem in de ark was. En God deed een wind over de aarde doorgaan en de wateren werden stil. Ook werden de fonteinen des afgronds en de sluizen des hemels gesloten en de plasregen van den hemel werd opgehouden. Daartoe keerden de wateren weder van boven de aarde, heen en weder vloeiende, en de wateren namen af ten einde van 150 dagen. En de ark rustte in de 7e maand op den 17e dag der maand op de bergen van Ararat. Nou, dan is nou de beurt aan Michael met Mose 8. Da gedachte Gott an Noah und an alle Tiere und an alles Vieh, das bei ihm in der Arche war. Und Gott ließ einen Wind über die Erde wehen, so dass die Wasser fielen. Und die Quellen der Tiefe wurden verschlossen, samt den Fenstern des Himmels. Und dem Regen vom Himmel wurde Einhalt geboten. Und die Wasser über der Erde nahmen mehr und mehr ab, so dass sie sich vermindert hatten, nach 150 Tagen. Und die Arche ließ sich auf den Gebirge Ararat nieder, am 17. Tag des 7. Monats. Ja. Dit is dus die berg Ararat, die is er nog steeds. Dat is een bestaande berg, toch? Gebergte. Ja. Gebergte. Ja. Maar het zegt hier niet de berg Ararat precies, maar het gebirge Ararat. Dus één van die bergen van Ararat. Ja. Daarom zeg ik juist gebergte. Ja, dat dacht ik al. Ja, op de bergen van Ararat. Dat staat in het Nederlands, ja. Mm. Dus niet de berg, maar de bergen. Mm. Ze zijn er ook naar wezen zoeken, hè? Naar de restanten van de ark. Herinner ik mij dat iemand dat een expeditie is begonnen. In dat Ron gebergte. Wyatt heeft dat gevonden. Ja. Ron Wyatt heeft onderzoek gedaan naar veel bewijs in deze heidense wereld. Na een bevestiging van wat in de Bijbel staat. Mm-hmm. En zo heeft hem onder andere de kruising van de Israëlieten gevonden uit een Exodus van Egypte
naar het Heilige Land, mm-hmm. waar ze door de Rode Zee, door de Dode Zee is dat, hè? Door de Zee gemarcheerd zijn. Mm-hmm. Rode Zee, Rode Zee. De Rode Zee, ja, ja, sorry, ja, de Rode Zee. Ja, ik verwissel die twee altijd, de Rode en de Dode. Mm-hmm. De Dode is die Zaltzee en de Rode is het gewone meren. Ja. 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 Dus die zijn door de Rode Zee gegaan. En hij heeft die plaats gevonden, hij heeft dat kunnen bewijzen met echte wielen van wagens van die Egyptenaren op de grond te vinden. Ja, met de golden spikes. Hm? Ja, en also van die dingen. Ron Wyatt heeft heel veel onderzoek gedaan. Ron Wyatt heeft onder andere dus ook de Ark van Noah gevonden. Hij heeft zelfs beweerd hij de Ark of the Covenant, dus de bondslade gevonden, waar de 10 geboden opbewaard geweest zijn. Mm-hmm. Het heiligste heiligdom van de tempel. En beweert dat Jezus Christus, als hij aan het kruis was en in zijn zij gestoken werd door de Romein met zijn speer en hij daaruit bloedde, mm-hmm. dat dit bloed dan door de aarde op de mercy seat, zoals het in Engels noemt, ik weet daar eventjes de Nederlandse vertaling niet van, dus de heilige stoel, mm-hmm. Gebloed heeft. En dus in feite dat Jezus bloed dat gedaan heeft wat eerder al gedaan werd met dat bloed van de offerdieren die door de decennia en door de eeuwen heen in plaats van Jezus Christus geofferd werden en die hun bloed daarover gesprinkeld werd. Want we mm-hmm. weten dat zonder het vergieten van bloed er geen vergeving van zonde is. Maar er is uiteraard geen enkele zonde ooit vergeven geweest omwille van het vergoten bloed van lammetjes en bullen en duiven en weet ik veel wat allemaal. Maar dat waren allemaal tekenen voor Jezus Christus alleen. Maar nu aan dat laatste heb ik persoonlijk zo'n beetje mijn twijfels. Okay. Ik heb dat ook niet zoveel bekeken, moet ik eerlijk zeggen. Daar zijn filmpjes van hem aan, maar ik heb daar zo'n beetje mijn twijfels aan. Wat wel bekend is, en daar wordt veel te weinig over gesproken, als we dan toch eventjes bij dat onderwerp zijn, mm-hmm. en dat heeft nu niks met Genesis te doen, maar sorry dat ik daar eventjes afwijk. Mm-hmm. We weten allemaal, op de ogenblik, als Jezus aan het kruis was, is de sluier, de voorhang die in de tempel was, mm-hmm. van boven naar beneden in twee gereten. Mm-hmm. Ja? Mm-hmm. Die is niet zomaar eventjes in twee gegaan. Nee, die is in twee gereten. Echt ja, met force. En van boven naar beneden. Dus dat kan niet door een mens gebeuren. Ja? Dat was dus een goddelijke kracht. En heeft het heiligste van het heilige opengelegd. Ja. En daarmee heeft Rod een duidelijke punt gemaakt. Namelijk hij heeft bevestigd wat Jezus Christus daarvoor aan het kruis gezegd heeft. Dat is volbracht. Dat Gott nicht mehr verbleibt in Tempels als Stein gehauen von Menschenhand. Mm-hmm. Das Problem ist, dass in der Heiligste der Heiligen eigentlich ja die Mercy Seat sau gewesen musste sein. Aber die war er nicht. Das hat der hohe Priester von Israel all heel die Zeit, weil diese Mercy Seat da nicht was, die Israeliten, auf besser gesagt die Juden, betrogen. Met mm-hmm. hun offeringen te kunnen laten, of met hun offeringen te laten doen, en toch niet meer dat bloed op de mercy seat, dus op die verzoendeksel, okay, te kunnen gaan spreiden. Mm-hmm. Ja? Ze hebben die mensen wijsgemaakt, uw zonden zijn vergeven, de zonden van heel Israël zijn vergeven, omdat we dat bloed van offerdieren op deze mercy seat gesprenkeld hebben. Mm-hmm. Maar ze hebben het al heel lang niet meer gedaan. Er is volgens mij ook in de hele Bijbel geen enkel bewijs dat na de gevangenschap uit Babylon, waar ze terugkwamen en die tempel ja terug opgebouwd geweest is. Ja, we spreken over de tempel van Salomo, mm-hmm. die kapot gedaan geweest is door de Babyloniërs bij de Babylonische gevangenschap. Zoals heel Jeruzalem kapot gedaan geweest is in die tijd. Mm-hmm. En alles terug opgebouwd werd. Dat is ja de profetie uit Daniel kapitel 9. 70 weken zijn bestemd over jouw volk en over jouw heilige stad om alles terug op te bouwen en zo verder en zo verder. Mm-hmm. En dus dat al die jaren doorheen deze mercy seat dus blijkbaar niet in het heiligste der heiligen aanwezig was. En dus Ron Wyatt zegt dat hij dat gevonden heeft. En je moet die video zelf gaan bekijken. Ik heb het zelf maar één keer gezien, maar ik hecht daar niet zo waanzinnig veel geloof aan de ene kant. Aan de andere kant zeg ik van, voor God is niks onmogelijk. Nee, zonder meer. Daar heb je gelijk. En dat dus uitgerekend dat bloed dat Jezus daar aan het kruis vergoten heeft,
En ik bedoel nu werkelijk vergoten heeft, want dat kwam dus uit zijn lichaam door die speer van die Romein. Dat dat nu daadwerkelijk door de aarde doorzakt en tot op deze zittekaart, is natuurlijk een absolute vervulling van alles wat we daarvoor meegemaakt hebben, al die eeuwen daarvoor, met mm-hmm. die offeringen. Ik noem het een beetje te schoon om waar te zijn. Ja? Het zou kunnen, en ik heb daarom geen twijfel aan mijn geloof aan God, maar ik heb een beetje twijfel daaraan dat Ron Wyatt dat daadwerkelijk allemaal zo gevonden heeft. En bij wijze van spreken daar niet andere expedities naartoe zijn om dat nu te vinden, want dat is ja niet uitgegraven geweest, dat spul. Ja? Ja. Die Ark of the Covenant is vandaag de dag nog altijd niet gevonden, in tegenstelling tot wat de filmindustrie beweert, die met Indiana Jones u ja iets anders vertelt. Ja. Moeten we ja maar even te zeggen. Hè? Veel mensen zijn ja uit deze wereld of in deze wereld en bekijken zoiets en zeggen van, ja, ik wist ja niet, die nazi's hebben dat toch gevonden en dat slaat nu ergens in een magazijn in Amerika goed gesloten, ja, bla bla. Dat is een film, Marcus, dat heeft niks met de waarheid te doen. En als je die Ark van de Covenant open doet, dan komen er ook geen boze demonen uit, want dat is tenslotte de Ark van de 10 geboden en daar is de kracht van God erin. En God is niet, of God vestigt zich niet in die demonengezichten, die wij in die film gezien hebben. Ja, dan moet man natuurlijk eens een keer een verschil maken. Nu, sorry dat ik zo ver afgeweken ben uit onze studie naar die dingen naartoe, maar ik vind dat toch wel eens eventjes een keer belangrijk, als we dan toch over Ararat spreken en jij zegt van ja, die Ark is gevonden. Mm-hmm. Kijk, mij persoonlijk maakt het niet uit of dat je nu die spaken van die wielen op de grond van de Rode Zee vindt, waar de Egyptenaren die Israëlieten vervolgd hebben in hun Exodus. Mij maakt het niet uit of je die steen vindt die Mose met zijn stok in tweeën heeft gedeeld en waar water eruit kwam als die Israëlieten dorst hadden. Die heeft John Wyatt ook gevonden. Mij maakt het niet uit of dat de daadwerkelijke Mount Sinai gevonden heeft waar God de 10 geboden gegeven heeft met die zwarte top die vandaag de dag nog altijd zwart is, verbrand is. Bij wijze van spreken, je kunt dat heel goed kennen. Die is trouwens in wat we vandaag de dag ik meen de Verenigde Arabische Emiraten noemen, of Saudi-Arabië, een van die twee landen. Saudi-Arabië, ja. Een land dat alles dus een hek daarom zet dat, en sperrgebied van maakt dat je daar niet op mocht gaan, dat je daar niet mocht nakijken. Of dat de Ark nu gevonden is of niet, mij persoonlijk maakt dat allemaal niks uit. Mij ook niet. Ik weet wat in de Bijbel staat. Ik geloof het woord van mijn Heer. En als die zegt dat is gebeurd, dan is dat gebeurd. Of dat ik daar nu een bewijs van vind of niet. Een van de schoonste bewijzen die niemand niet kan weerleggen en dat niks met Ron Wyatt en niks met ons vandaag de dag te doen heeft, dat daadwerkelijk een Bijbelse figuur afgebeeld is op een heidens stuk steen, ja, een zogenoemde, niet een stelen, maar dus een heidens stuk steen waar dus een afbeelding op gemaakt is, dat vind je in het boek Rulers of Evil, of Heersers van het Kwaad. Dat is de koning Jehu, de Israëlitische koning Jehu, die vermeld is in de Bijbel, in het boek van de koningen, dacht ik, als ik niet mis ben. Die gaat neervallen voor Shalmaneser, de koning van Babylon. En dat is dus een heidense stenen tafel met de ingravering van dit geval. En daar heb je een absoluut onomstotbaar bewijs dat wat de Bijbel schrijft waar is. Mm-hmm. Want in de Bijbel staat geschreven dat Jehu zich koning Shalmaneser onderworpen heeft, dat er zich voor zijn voeten geworpen heeft. En precies dat is daar dargesteld. En dat vind je vandaag de dag in een museum. Daar kun je nakijken. Mm-hmm. En dat is honderden, om niet te zeggen duizenden jaren af. Want dat moet ja ergens gebeurd zijn in de eerste millennium voor Christi geboorte. Dus meer dan 2500 jaar is dat vandaag de dag sowieso zeker oud. En dat is een bewijs die is absoluut onomstotelijk. Meer moet ik persoonlijk niet hebben. Ik moet sowieso geen bewijs hebben, want ik geloof het woord van God. Ik geloof dat de Bijbel de geïnspireerde schrift van God is, dat God zelf mensen opgedragen heeft deze woorden zo neer te zetten, gelijk dat ze ze neergezet hebben. En ik geloof dat elk woord daarvan waar is. Alleen moeten we weten, hoe verstaan we dat? En dan komen we in feite bij onze studie hier vandaag. Ja. Daar gedachte God aan Noah en aan alle dieren en aan alles vee dat bij hem in de ark was. En God liet een wind over de aarde waaien, zodat de waters vielen.
En de bronnen van de diepte werden gesloten. Ja, nu was ik juist het Duits te vertalen. En de bronnen van de diepte werden versloten, samt alle vensters van de hemel. En de regen van de hemel werd inhoud geboden, dus die ging stoppen. En de waters over de aarde namen meer en meer af, zodat ze zich verminderd hadden na 150 dagen. Kijk, deze 150 dagen, waar man zo gemakkelijk over weer leest, is heel belangrijk. Want in vers 4 lezen we: en die ark liet zich neer op het gebergte Ararat op de 17e dag van de 7e maand. Als we nu eens een keer teruggaan naar het vorige kapitel, waar we weten dat de vloed begon, dan weten we dat dat ook op de 17e dag van de 2e maand was. Ja. En dus tussen de 17e maand van de 2e maand en de 17e dag van de 7e maand zijn 5 maanden. Ja. Ah, maar daar staat hier 150 dagen. Ah, zo weten we dat in de Bijbel elke maand 30 dagen heeft. Ja. Wij leven vandaag de dag in een systeem waar januari, februari, maart, mei, juli, oktober. Ja. Oktober en december allemaal 31 dagen hebben. Ja. Andere maanden hebben 30 of soms zelfs 28 of 29 dagen. Dus wij leven in een totaal ander systeem. Hier in de Bijbel is alles heel simpel. Ja. Elke maand heeft 30 dagen. Ja. En de bewijs hiervan is dat als je naar het kapitel daarvoor gaat en je dus dan een keer kunt gaan kijken. Ik moet eens eventjes een keer mijn schlachter open doen die ik hier heb liggen. Uh-huh. Dan zal ik het hier eens een keer nakijken. Dat moet dan ja ergens in het 7e kapitel staan, als ik niet mis ben. Ik wil ja nu ook geen onwaarheden vertellen. En ik ken de Bijbel ja niet van buiten. Maar het staat hier: in het 600e levensjaar van Noah, dat is dus Genesis 7 vers 11, wat we verleden keer gelezen hebben. Uh-huh. Ja, in het 600e levensjaar van Noah, op de 17e dag van de 2e maand, daar braken alle bronnen van de grote diepte open en alle vensters van de hemel openden zich. Ja. Dus de 17e dag van de 2e maand. Ja. En we lezen in kapitel 8 de 17e dag van de 7e maand. Ja. Nu, elk klein kind van 8, 9 of 10 jaar oud kan subtracteren en weet, als ik van 7 5 aftrek, heb ik 2. Ja, dus, dat lijkt me gewenst, ja. Ik heb 5 maanden. 150 dagen, elke maand 30 dagen. Ja. En dat is heel belangrijk. We hebben tot nu toe ons nog niet veel bezig gehouden met tijden. Ja, je kunt de Statenvertaling ook open doen, maakt mij niet uit. Kan ja, ja, ik heb het allebei. Misschien ja. Beter volgen, in plaats van hier die Schlachter te doen. Mm-hmm. Omdat je die Schlachter hier nog open hebt. Jawel, jawel, maar die Nederlanders die trekken dat wel, hoor. Ja, oké, okay, cool. Ja, je kent uw landgenoten beter als ik, ja. Mag ik hopen. Waren de landgenoten, daar moet ik altijd over lachen. Koning Paul de Wijn in een tijd. Oh ja? Waren de landgenoten, ja, moest altijd zo mee lachen. In elk geval, wij weten op basis nu van deze 150 dagen dat elke maand 30 dagen heeft. We hebben ons tot nu toe in de Bijbel nog niet noodzakelijk bezig gehouden met veel getallen. En ook niet met maanden, met dagen en met jaren en dergelijke dingen meer. Dat is ook omwille van dat het op dit ogenblik nog niet zo belangrijk is. Want dat zijn dingen die worden pas later belangrijk als we naar profetieën komen, naar Bijbelse profetieën. Uh-huh. En dan moeten we eerst eens een keer naar de boeken van de profeten komen, hè, voordat je een profetie tegenkomt. Oké? Okay? Ja. Een van de belangrijkste profeten, en dat is een die de Joden helemaal niet als profeet herkennen, is Daniel. Okay. En we hebben ook in het Nieuwe Testament profeten zoals Johannes, die het boek van de Openbaring neergeschreven heeft, het laatste boek van de Bijbel. En in de boeken van Daniel en van de Openbaring zijn getallen heel belangrijk. Mm-hmm. En als je die getallen wilt verstaan, dan moet je de Bijbel daarvoor studeren om ze te verstaan, maar je moet ook weten waar komen die dingen vandaan. En interessant is dus dat in de hele Bijbel altijd gewezen wordt naar Genesis 7 vers 11 en 8 vers 3 om te verstaan waarom een maand 30 dagen is. Ja. Namelijk het verschil tussen de 2e maand en de 17e dag en de 7e maand en de 17e dag.
5 maanden, 150 dagen, elke maand 30 dagen. Dat is belangrijk als je een profetie hebt die je later moet verstaan. Die spreekt van 1260 dagen. Mm-hmm. Die spreekt van 2520 dagen. Die spreekt van 2300 dagen. Die spreekt van 1335 dagen. En zo verder, en zo verder, en zo verder. Mm-hmm. Als je dan niet weet hoe die dagen in maanden te interpreteren zijn, dan kun je dat niet omrekenen naar jaren. En dan kun je nooit niet verstaan dat een profetisch jaar iets anders is als een Bijbels jaar. Ja. En zo van die dingen. En daarom is dat heel belangrijk. En dat zijn zo dingen, daar leest men gemakkelijk over. Er zijn veel mensen die hebben zich misschien nog nooit niet afgevraagd, als dat in de Openbaring zo en zo staat, of als dat bij Daniel zo en zo staat, ja, waar hebben die dat dan vandaan, dat die, weet ik veel, 1260 dagen, dat dat 3,5 jaar zijn. Dat dat 42 maanden zijn. Nou, hoe kan dat dan? Een jaar heeft 365 dagen. Ja, zonnejaren. Mm-hmm. Maar we leven niet in een zonnesysteem, we leven in een geocentrisch systeem. Ja. De aarde is het middenpunt van het zogenoemde universum, niet de zon. De zon draait rond de aarde, niet de aarde rond de zon. Ja? Mm-hmm. Dus het is heel belangrijk dat we hier eventjes een keer een paar belangrijke dingen etableren als basispunten, als vertrekpunten, om te kunnen zeggen van kijk jongens, en hier kunnen we dat nalezen. De wateren over de aarde namen meer en meer af, zodat ze zich verminderd hadden naar 150 dagen. 150 dagen, 5 maanden. Ja. Elke maand 30 dagen. Ja. Ik vind dat heel belangrijk, want dit is een echte basis. Als je met mensen wilt discussiëren over de Bijbel, dan heb je een goed fundament nodig. Je moet goed op je fundament kunnen gaan staan. En deze luttele vers, 8:3, is een belangrijke basis voor het verstaan van de Bijbel. Ja. Nu jullie. Nou, ik heb er niet veel aan toe te voegen. Jij wel, Michael? Die is al in slaap gevallen. Ah. Of de Skype is weggevallen. Nee, die heeft zijn microfoon gemuted. Ja. Oh, oké. Okay. Nee, dat is heel belangrijk. Want in prophecy, ook voor die... In prophecy, in astrologie bijvoorbeeld, heb je ook deze sleutel. Eén dag voor één jaar. Hè? Dat is heel bekend. Hè? Ja. En ik was toen 30 jaar geleden heel geïnteresseerd in deze soort wisdom. Mm-hmm. Ja, ja. En ik was heel plotseling op een zogenaamde esoteric messe geweest. Mm-hmm. In Aachen. Is ook op die Nederlandse-Belgische grens. Ja, ja. En daar heb ik een astroloog ontmoet en die heeft mij gevraagd naar mijn geboortedatum en heb ik hem verteld. En die zegt, kijk daarop en vertelt mij, oké, je hebt je eerste vriendin, ja, was jij 17 jaar oud. Hm. En ik was zo verrast, dat klopt je. Ja, ja. En ik denk, oh, dat is heel interessant. Dat moet je maar uitproberen. En dat heb ik dan ook professioneel gedaan. En dus ken ik deze sleutel. En ik heb dus dezelfde mening dat dit heel belangrijk is. Want je ziet dat daar zijn verschillende feestdagen voor die ware Christen. Mm-hmm. Ja, daar is ook die belangrijkste, of die oorspronkelijkste is de Sabbat, de zevende dag. En ik heb mijn klein meisje gevraagd, wat is de eerste dag van de week? En ze vertelt me, ja, wat een vraag. Ne? Maandag, natuurlijk. En ik zeg, ha, dan schrijf je maar op een stuk papier. Mm-hmm. Die dagen. En dan maak je een cirkel op die woensdag, want die woensdag is genoemd in Duits Mittwoch, dus de middel of de week. Ja? Mittwoch, ja. En ik zeg dan ga je nu 3,5 dagen terug en 3,5 dagen voor en dan weet je waar die week echt begint. Ne? Mm-hmm. En hij zegt, die kijkt me op en hij zegt, dat is ja dan zondag. Ja, Dat kan doch nicht. Da machen sie doch jeder mal. Alle Menschen machen das doch verkehrt. Mhm. Ich sag, ja, das ist das Problem. Ob diese Tagen, die Menschen, die können nicht mehr
fundamental denken. Mm-hmm. Die kunnen uitwendig begrijpen en reciteren, maar die kunnen niet eigenstandig voor zichzelf dingen bekijken. Dat is heel een probleem op dit moment. Maar dat is heel belangrijk. Je moet een goed fundament hebben, want je heeft zo verschillende, heel verschillende, heb ik bijvoorbeeld, aanvallen van mensen. Bijvoorbeeld van mensen die niet aan God geloven en even aan Lucifer geloven en satanisten en zoiets. En ik heb zoveel verschillende mensen ontmoet. En medewerkers van de Hells Angels bijvoorbeeld. En dit en dat. En dat was een heel bizarre situaties in mijn leven. Ja, ja. En je ziet dat, wat elke mens voor een uitrichting heeft, voor een geloof heeft. Dat zie je. Dat zie je, als die sich, wie die sich geeft, wie die spreekt, wie die omgaat met mensen of dieren. Ja, da heb je een beetje sensibiliteit nodig, maar dat zie je dan. En dat is heel, heel, important, heel, heel... belangrijk. Ja. Belangrijk, ja, bedankt. Ja. Heel, heel belangrijk. Dit soort kleine versen in de Bijbel, die zijn zo volgepakt met informatie op verschillende levels. Ja, dat als je de Bijbel gewoon leest, dan krijg je dan versta je ze op zijn gewone manier. Mm-hmm. Maar als je er twee keer of drie keer leest, of met andere mensen samen, zoals nu, en je kijkt daar en maakt verschillende combinaties naar andere stellen in de Bijbel, dan is het heel, heel verrassend. En dan erst, dan heb je die prachtige verstand van de Bijbel lezen. Je kunt het niet lezen als een gewone boek. Je moet in de goede, in de heilige geest zijn. Ja? In de heilige geest zijn. Sonst versta je de Bijbel niet, want als je in de heilige geest bent, ja, dan krijg jij... Mm-hmm. Dat is die conditie. Dan krijg jij die details. Mm-hmm. Details. Ja? Maar zonder niet. Als je dat gewoon leest in een gewone boek, dan versta je ze niet en dat gelooft ook niet. Nee, ik ken ook het verhaal van iemand en die was in een boze opstandige bui. En die heeft de hele Bijbel van kaft tot kaft gelezen in een periode van 3 dagen. En die zei, nou, ik vond er niks aan. Waarop ik tegen hem zei, dat kan je helemaal niet doen. Je kan de Bijbel niet begrijpen. En dan, grijpen is ook grijpen wat je doet, toch? Vatten. Dat kan niet in 3 dagen. Dat gaat niet. Dus je bent er doorheen gerauscht. En dus niks. Dat is net als dat je een film gaat kijken in de fast forward. En zegt, nou, ik vond er helemaal niks aan. Je moet het op je in laten werken. En de Bijbel goed begrijpen. In de King James die ik mijn dochter heb gegeven, daar zit zo'n Bijbelstudie-sectie in. En daarin heb je een Bijbelvoorschrift, leesding. En dat duurt een jaar. Dan ben je 1 jaar elke dag een keertje 's morgens, een keertje 's avonds een stukje Bijbel lezen. En dan 1-2 versen per keer. Dat is ook de Blue Letter Bijbel, hè? Daar heb jij De Red Letter, ja. Dat noemt de Blue Letter Bijbel. Daar krijg je advies elke dag zo en zo veel te lezen. En vooral ook, daar lees je de Bijbel bij wijze van spreken in een andere volgorde. Dan lees je niet het ene boek naar het ander. Ja. Maar dan verbind je dus verschillende versen met elkaar. En dan komt er bijvoorbeeld ook te begrijpen dat het boek Hiob of Job, dat dus al een van de allereerste boeken van de Bijbel is. Mm-hmm. Alhoewel dat dus in de Bijbel zelf pas een heel stuk later staat. Ja. En dat boek Hiob krijgt een heel andere betekenis. Je verstaat het op een heel andere manier als je het volgens zo'n Bijbelplan leest. En als ik niet mis ben, is dat de Blue Letter Bible. Okay. Die maken dan ook zo'n plan dat je dus in feite op 1 jaar tijd de hele Bijbel kunt doorlezen als je elke dag zo en zoveel versen leest. En ze zeggen welke versen en kapitelen, welke kapitel, welke boeken, welke versen je moet lezen op 10 dag. Ja, precies. Dat zijn zo hulpen, hè? Dat zijn zo hulpen. Ik heb die hulp zelf nooit niet gebruikt. Ik lees de Bijbel spijt ik nog niet alle dagen, moet ik tot mijn schande toegeven. Mm-hmm. Ik heb ze ook tot nu toe nog altijd niet compleet doorgelezen, mm-hmm. maar toch
maar toch leidt de Heilige Geest mij in alle waarheid, precies zoals Jezus beloofd heeft, die gezegd heeft van ik moet gaan, want als ik niet ga, dan gaat de trooster niet komen. En die trooster gaat je leiden in alle waarheid. Yes. Ja, natuurlijk. Er schiet me nog iets te binnen, voordat ik het vergeet. Het gaat over Bijbellezen. Jij had het laatst over Psalmen 119, waarbij ieder stukje begint met een letter van het Hebreeuwse alfabet. En in de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst begint ook ieder vers met die letter van het alefbet. Dus van het eerste stukje... Dat is nogal logisch, ja. Alles begint met een alef, elke zin. En van het tweede alles met een bet. En de derde alles met een gimel, ja. Dat is iets dat zou je in het Engels niet voor elkaar kunnen krijgen. Want dan heb je dus ook een stuk dat moet alles beginnen met een X. En dat gaat niet. Hè? Maar in het Hebreeuws gaat het wel. In het Hebreeuws zijn die letters veel beter, ja, moet zeggen, verdeeld of zo. Maar goed, zullen we weer een stukje doorpakken? Vanaf vers 5. Ik ga even doorschakelen naar jouw symbool. Eventjes hier mijn Koning James terug open doen, ze. Vers 5 moeten we verder gaan, hè? Ja. And the water decreased continually until the 10th month. And in the 10th month, on the first day of the month, were the tops of the mountain seen. And it came to pass at the end of 40 days that Noah opened the window of the ark which she had made. And he sent forth a raven, which went forth to and fro, until the waters were dried up from the earth. Also he sent forth a dove from him to see if the waters were abated from off the face of the ground. Ik denk dat dat genoeg is, die eerste verse van 5 tot inclusieve 8. Ja? Dan leest jij maar de Statenvertaling nu. Ik denk dat dit een heel interessant onderwerp is. Ja. En ik heb zo het gevoel dat ik Michael al met de voeten hoort te scherren. Want hij wil zeker een commentaar geven op de raven. Daar is iets wat mij de Heilige Geest juist qua verstand ingeeft. Maar lees jij eerst maar. Vers 5. En de wateren waren gaande en afnemende tot de 10e maand. In de 10e maand, op den eerste der maand, werden de toppen der bergen gezien. En het geschiedde ten einde van 40 dagen dat Noach het venster der ark die hij gemaakt had, opendeed. En hij liet een raaf uit, die dikwijls heen en weder ging, totdat de wateren van boven de aarde verdroogd waren. Daarna liet hij een duif van zich uit, om te zien of de wateren gelicht waren van boven den aardbodem. Nou, en dan mag nu en Michael. Und die Wasser nahmen immer weiter ab bis zum 10. Monat. Am ersten Tag des 10. Monats konnte man die Spitzen der Berge sehen. Und es geschah nach Verlauf von 40 Tagen, dass Noah das Fenster an der Arche öffnete, das er gemacht hatte. Und er sandte den Raben aus, der flog hin und her, bis das Wasser auf der Erde vertrocknet war. Danach sandte er die Taube aus, um zu sehen, ob sich die Wasser sich verlaufen hätten auf der Fläche des Erdbodens. Ja. Ja, Michael, wir luisteren. Ja, das war tot en met 8, hè? Ja. Ik denk maar dat Michael iets wil zeggen in de analyse van wat we juist gelezen hebben. Het moet ja niet altijd van mij komen. Hè? Oh ja. Ik ben nog niet het spreekbord van onze groepje. Nee. Ik zou gewoon een Bijbelstudiegroep. Over de raaf ging het, hè? Dat was jouw. Dacht ik al. Ja, ik dacht dat was een Bijbelvers. Een Bijbelvers, dat is een heel natte dingen. Kijk, het gaat over verschillende dingen wat we juist gelezen hebben. Ja. Vers 5. Is niet zozeer interessant volgens mij, maar vers 6 is interessant omwille van dat we hier weer een getal hebben. Mm. Namelijk het getal 40. Ja? 4, 40, 400, waarschijnlijk zelfs 4000 en nog andere getallen. Het getal 4 is in Bijbelse termen een zeer belangrijk en beduidend getal. Mm. Het staat voor iets. De Israëlieten gingen 40 jaar door de woestijn. Jezus werd 40 dagen van de duivel verzocht. Mm-hmm. En ook met 4 heb je verschillende dingen. Dus 40 dagen is altijd
heeft altijd een speciale betekenis. Een die zich soms openbaart en soms die een beetje verstopt blijft. Ik zal niet weten waarom dat hier nu belangrijk is. Op eerste gezicht geef ik u eerlijk toe. Maar het heeft zijn reden dat het na 40 dagen was dat Noah dat venster op de ark opende. Ja. En dan staat er en hij zendt de raaf uit. Die vloog heen en weer tot het water op de aarde verdroogd was, gedroogd was. Waarom stuurt hij een raaf uit en voor wat staat een raaf? En ik ben zeker dat Michael ons daar een beetje meer over kan zeggen. Daarom dat ik zei dat ik benieuwd was naar zijn commentaar. Mhm. Ah, dan moet je de genderagenda van Alan Parsons beluisteren. Weet je dat? Nee, dat is nog niet, dat is geproduceerd, maar nog niet gepublished. Dus moet ik nu vertellen. Maar ik zou graag beginnen met die vers 5. Want het is genoemd dat die water teruggaan tot de tiende maand. En de zehnte maand, de tenth month, is niet de oktober. Mm. Dus oktober is octo, is eight, is de achte maand. Ja. En dus december, het decimalsysteem, ja, is de tiende maand. Ja. En dat is ook een verschil, als we dat even hadden, bijvoorbeeld met die woensdag en de begin van de week is zondag en de ware rustdag is de sabbat, is de zaterdag. Mm-hmm. Ja, dat is ook met die maanden, dat is niet juist op dit manier als het nu in die wereld geleerd wordt. Ja? Dus ga ik beginnen met die vers 5. Mm-hmm. Dus de eerste dag van de tiende maand is bijvoorbeeld nu, is het dan de 1. december. Hè? Ja. Ja, en die 40 dagen die Jörg bedoelt, dan moet ik even kijken op mijn translator hier. Die 40, dat is die taal die genoemd wordt als Jezus in die woestijn was. En die 40 is die taal van de schoonmaak, van de cleansing, ja, mm-hmm. van een mens. Ja. Maar da is die 4, die ist die erste taal. En die 4 staat in mijn, voor mij staat die 4 voor materialisme, ja, dus heeft het iets te doen met deze aarde, want je hebt 4 hemelse richtingen, ja, je hebt 4 elementen, je hebt water, je hebt lucht, je hebt aarde en je hebt vuur, ja, dus heb je 4 elementen, dat is, ik weet, dat is een kabbalse en dat is een oorspronkelijke Babylonse leermening, ja, maar deze 4 is gewoon, als dat ik het begrijp, zo de taal van de materiële. En als Jezus in de woestijn is, zeggen vele mensen zeggen, ja, dat kan niet. Ja, dat kan niet. Dat is een parabel of zoiets. Ja, dat kan niet. Ja, maar die 40 is de taal van die schoonmaak, van die cleansing. Ja? Mm-hmm. Dus is het een taal die heeft te maken met de physische dingen ook. En als je kijkt dat die Israëlieten 40 jaar in de woestijn was geweest, mm-hmm. op die richting naar het Promised Land. Ja? Beloofde land. Beloofde land, ja. En dus ga ik nu... En ze waren 400 jaar in gevangenschap in Egypte. Hè? Ja, oké. Okay. Ja. Ja, welke vers was dat nu? Dat was 6, hè? Okay. 6. Ja, 7, daar komt nu de raap. Oké. Okay. Ja, dan moet ik ook altijd mijn translator hier vragen. Je hebt hier genoemd 2 dieren, 2 verschillende dieren. Op de ene keer een raap, op de andere keer een taube, een duif. Wat duif, is dat in Nederlands? Ja, een raaf en een duif. Een duif, ja. Oké, een duif. Oké, raaf en een duif. Oké, ja. En als we kijken wat soort van een dier de raaf is, dan is dat een heel vreemde dier. Wat vele mensen niet weten, is dat die raaf een uitzonderlijk intelligent beest of dier is. Oh, ja. Die is heel, heel intelligent. Ja, da kun je nalesen op verschillende Webseiten en so iets. En die
Unterschied, Unterscheidung tussen de Raaf en de Dolf mm-hmm. is dat die... Verschil. Ja, het verschil ja, tussen. Ja, het onderscheid mag je ook zeggen. Dat is ook Nederlands. Het onderscheid. Ja. Het is speciale Duitse Nederlands. Ja. Maar het onderscheid is. Het is correct Nederlands. Ja. Ja, ga verder. Dat is dat die Raaf, ja, jetzt muss ich, wo war ist mein, die ist ein Stratfächer, ja, die kijkt uit nach tote Dieren, ja. Aha. Davon, dat is sein Eten, ja. Ja. Die ist kein Rooftier, die Raaf, ja. Mhm. Die ist kein ursprüngliches Rooftier. Das ist ein Aasfresser, was ihr noemt in Deutsch. Aaseter, ein Aaseter auf dem Nederlands. Ja. Aaseter, okay, dann habe ich einen nicht juisten Translator hier. Ein Aaseter, ja. Das, das mag sein, dass Gott der Herr nun auf die erste Kehr den Raaf gebruikt, um zu kijken, ob da iets ist, wat overgebleven is van die sintvloed, ja? Ja, lijken. Dus als er iets overgebleven is van die sintvloed, van dode dieren of zoiets, ja, zou de raaf nooit terugkomen, ja? Want die is een aaseter. Mm-hmm. En het verschil ook is dat de duif, die is een dier, is ook een vogel als die raaf, dat is klaar, Dat is geen aaseter, die Dolf. Ja? Mag ik daar iets op inwerpen? Ja, graag. Het is niet zo heel moeilijk in Nederlands te praten of zo'n onderwerp is. Mm-hmm. Ja, hartstikke goed gedaan, Michael. Complimenten. Ik heb maar één opmerking, en dan mocht je ook direct verder doen. Maar ik twijfel eraan dat het juist is wat je zegt, om de heel simpele reden. Mm-hmm. Omdat pas als de mensen uit de ark komen... God de mensen gebiedt dat ze nu ook dieren mogen eten. En dus ook de dieren waarschijnlijk tot op dat ogenblik geen dieren gegeten hebben. Oh. Ja, dat vind ik wel, dat houdt wel stand. Wij spreken vandaag de dag van roofdieren of van predators en van dieren die bij wijze van spreken de gejaagde zijn. Ja, dus die prooidieren, ja. Maar voor de vloed, volgens mijn verstand, mm-hmm. heeft geen roofdier bestaan. En heeft de mens ook geen vlees gegeten. Want God ordineert pas nu na de vloed dat mm-hmm. mensen vlees mogen eten. En volgens mij dus ook dat de dieren zich veranderen. En dat de dieren pas op dat ogenblik vleeseters worden. En dus in dat opzicht ook de raaf dan pas dode dieren zou eten. Dat is mijn verstand. Hè? Ja, dat begrijp ik wel. Maar ik weet niet wanneer de juiste moment is wanneer dat ordineerd was. Ja, dat die raaf dan een aaseter wordt. Ja, dat weet ik. Dat weet ik ook niet. Het is alleen maar duidelijk beschreven. Mm-hmm. Ik denk op het einde van kapitel 8, waar mm-hmm. we nog naartoe komen als we een keer verder doen, mm-hmm. Dat God de mens ordineert dat hij nu dieren mag eten. Mm-hmm. En dat de dieren schrik voor de mens zullen hebben. Mm-hmm. Dat was daarvoor niet geordineerd. Dus ga ik ervan uit dat er daarvoor nog geen vleeseters bestonden. Ja. En we weten dat als God alles geschapen heeft, dat geen enkel dier een roofdier was. Daar zijn we het over eens, hè? Inderdaad, maar ik vraag me nog even... Als God alles geschapen heeft, heeft hem alles perfect geschapen. Daar bestond geen dood. Klopt. Dus ook een leeuw had geen lammetje of iets. Nee. Ja? Dat is duidelijk. Dat weten we. Dan kwam de val van de mens. De hele aarde is met hem gevallen. Ja? Geen kwestie. Mm-hmm. Maar er staat nergens niet vermeld dat de dieren ineens elkaar gaan beginnen opeten. Dat staat nergens op vermeld. En daarom veronderstel ik, en dat is mijn verstand, mm-hmm. en dat is mijn vraag die ik daar naartoe gooi,
dan zou het toch alleen maar een logische consequentie zijn als God nu in Genesis 8 de mens ordineert om dieren te mogen eten, dat op dat ogenblik ook de dieren veranderen in hun gedrag en dus bij wijze van spreken roofdieren zijn. Ja. No? Of worden. Maar nog even een vraag van mijn kant. Die raaf die uitgezonden werd, die keerde die nou terug naar de ark of niet? Want hij liet een raaf, in het Nederlands staat hier, en hij liet een raaf uit, Noach, die dikwijls heen en weer ging. Wat wil dat dan zeggen, heen en weer? Heen wil zeggen weg van de ark, weder wil zeggen terug naar de ark, hè? Dus die raaf die vloog heen en weer. Zo versta ik dat, ja. En daarna liet hij een duif van zich uit. Maar die duif die vond geen rust. Oh, die duif die ging dus ook heen en weer, ja. Die vond geen rust voor het hol van haar voet. Ja, ik denk voor die duif is dat meer duidelijk. Hè? Ja. Ja. Maar die raaf die vond dus ook niet. Het is de kwestie, waarom liet hij die raaf uit? En ik weet dat de raaf ja ook hier en daar nog vooral in het, laten we maar zeggen, in het occulte, hè, in het verborgen, een andere betekenis heeft. Dat heeft toch zeker een betekenis dat Mozes hier, Noah hier, ja, sorry, ik verwissel die namen soms. Ja, dat ken ik. Ja. Dat Noah hier dus eerst een raaf uitgelaten heeft. Dat werd hem ja bevolen door God, want Noah doet niks wat God hem niet beveelt. Ja. Daarover zijn we het eens, ja. Dus heeft dat een reden dat hem hier een raaf uitgelaten heeft. En we weten ja, onder andere uit die genderlezingen die Michael daar juist vernoemd heeft, die trouwens wel gepubliceerd zijn, maar alleen op BitChute, nog niet op YouTube. Ja, mag men toch vermelden? We willen toch de waarheid zeggen. Die zijn nog niet gepubliceerd, is dat niet juist? Ja, maar ik dacht deze lezingen van Perry, die zijn ook, die trouwens op YouTube gepubliceerd. Dat is ook juist, maar dus deze genderafleveringen zijn nog niet op YouTube gepubliceerd, maar wel op BitChute. Ja, dat kunnen we dan zien. Later komt dat ook nog op YouTube. Het duurt niet meer zo lang. Wees maar gerust. Hele maand december, hele maand januari, allemaal vol met genderagenda. De ene na een andere video. Totdat er zat van wordt. Het begint ergens in november. Maar daar wil ik het nu niet over hebben. Ik wil het erover hebben om te zeggen, van, kijk, die raaf heeft toch ook een bepaalde betekenis. Heeft dat er ergens mee te doen? Ja, dat moet, ja. Als da heel veel water is en dus moet je een vogel gebruiken, ja. Ja, dat is duidelijk, uit die vogelperspectief gaat kijken of da iets is wat land is of auf die water terug is, helemaal terug is, want diese Raaf en Dolf, diese Vogels, speziell diese Vogels, die zijn synonym voor een Bootschapper. Ja, das ist ein Bootschapper. Das war mein Punkt. Ja, da dachte ich auch. Das ziehe hier, ob dit Moment in die Ark van Noah. Dat God, de ware God, de enige echte God, ja, die gebruikt deze twee vogels als boodschapper. Ja, om de mensen aanschouwelijk te zeigen of daar leven is. Of da jetzt Land ist, war die Ark sich kann da platzieren, entrüstet, entrüstmarke, ja. En das heeft gebruikt die diese twee Dieren. En de Dolf ist ook een synoniem voor de Geest. Ja, als je bijvoorbeeld kijkt, als Jesus Johannes ontmoet en in die See da getauft wird, holländisch weiß ich jetzt nicht. Gedoopt. Ja. Da gaat de hemel open, ja, en de geest van God, de heilige geest, ja. En God zegt, dit is mijn beliefde zoon, geliefde zoon, En dan kwam de geest als een duif
op Jezus hernieder. Ja, ja? Klopt. So, en dit is ook de duif, een symbool van de geest, van de heilige geest ook. Ja? En dus met wat wordt de raaf geassocieerd? Ja, driemaal kun je nu raden. Ja, maar het is juist daarom dat ik jou eventjes de raaf is op dit moment, op deze aarde, op dit moment nu, is een aaseter, ja? Oké, okay. En de raaf is zwart. Ja. Ja, en die raaf, die is niet zo'n, ja, wat? Heilig? Nee. Vreedzaam. Nee, niet zo'n vreedzaam dier als een duif. Ja, en dus staat die raaf gewoon staat voor de dier, voor die andere kant. Niet Gods kant, maar die andere kant. En is een boodschapper. En dat is een boodschapper die voor dood staat en voor slechte zaken staat. Ja, en die duif die staat voor vrede. Hè? Die staat voor vrede en geest en heilige geest. Als je nu die dieren bekijkt, dann heb jij in die vogelwereld heb je die twee dieren, raaf en dolf. Daar heb jij een heel groot verschil. Ja? Daar heb je een oppositie. Ja? Mm-hmm. Die zijn in oppositie, die twee dieren. Ja, dat is hel en donker, als je zo wil. Zo moet je zien. Ja, dat is een goede. Ja. Ja, licht en duister, ja. Misschien is dat de punt die Jörg graag wil horen. Ik weet het niet. Misschien is dat de punt die ik jou de kans wilde geven om uit te leggen, Michael. Uh-huh. Precies. Ja, oké. Okay. Mm-hmm. Het gaat er ja niet over dat ik hier de Bijbel lees en jullie hier en daar eens een keer ja en amen zeggen. En dat is de Bijbel. Nee, maar ja? Ik weet iedereen moet zijn zegje krijgen. En ik dacht met de raaf was jij een beetje meer in jouw wateren, hè? Ja, ik weet nog niet welke punt u daar heeft. Welke punt zal ik dan wel hebben als we hier over goed en kwaad spreken? over de Bijbel, natuurlijk. Dat, ja. Goed, ja, ik wil jou de kans geven om het uit te leggen. En dat heb je dan ook gedaan. Dat is ja prima. Ik weet niet, Perry, of dat we nog veel verder gaan. Hoe lang zijn we al in de opname bezig van vandaag? Dat weet Michael precies. Want die kan het zien. Ik gok het ongeveer op 50 minuten. Nee, die opname van Michael loopt langer. Die loopt al een uur en 15 minuten. Maar die van jou loopt niet zo lang. Dus daarom... Nee, maar we zitten denk ik op 3:45. Ja. Maar mijn loopt nu 1 stunde en 1 minuut. Dus denk ik, dat zijn zo'n 55 minuten. Ja. 1:15 loopt dat. Dat gesprek is 1:15, ja. Zwart. Goed, dan gaan we dus eventjes nog een keer verder. Ik wil eventjes zeggen, waar God dat zegt over dat die mensen nu dat vlees van de dieren mogen eten, dat is Genesis 9. Dus daar komen we nog naartoe. Hartstikke mooi. Anders lees hem door tot en met vers 12 als je wil, Jurk. Dan hebben we een mooi stukje afgerond. Ja, dus ik moet beginnen bij vers 9, hè? Ja, 9 tot en met 12, voor jou. But the dove found no rest for the sole of her foot, and she returned unto him into the ark, for the waters were on the face of the whole earth. Then he put forth his hand, and took her, and pulled her into him into the ark. And he stayed yet other 7 days, and again he sent forth the dove out of the ark. And the dove came in to him in the evening, and lo, in her mouth was an olive leaf plucked off. So Noah knew that the waters were abated from off the earth. And he stayed yet other 7 days, and sent forth the dove, which returned not again unto him any more. Hoppakee. Nou, dan krijgen we in het Nederlands... Maar de duif vond geen rust voor het hol van haar voet. Zo keerde zij weder tot hem in de ark, want de wateren waren op de ganse aarde. En hij stak zijn hand uit en nam haar en bracht haar tot zich in de ark. En hij verbeide nog 7 andere dagen. Toen liet hij de duif wederom uit de ark. En de duif kwam tot hem tegen den avondtijd en ziet, een afgebroken olijfblad was in haar bek. Zo merkte Noach dat de wateren van boven de aarde gelicht waren. Toen vertoefde hij nog 7 andere dagen en hij liet de duif uit, maar zij keerde niet weder tot hem.
Danach, ja, aber die Taube fand keinen Ort, wo ihr Fuß ruhen konnte. Da kehrte sie zu ihm in die Arche zurück, denn es war noch Wasser auf der ganzen Erdoberfläche. Da streckte er seine Hand aus und ergriff sie und nahm sie wieder zu sich in die Arche. Und er wartete noch weitere 7 Tage. Dann sandte er die Taube wieder von der Arche aus. Und die Taube kam zur Abendzeit wieder zu ihm. Und siehe, sie hatte ein frisches Ölbaumblatt in ihrem Schnabel. Da erkannte Noah, dass das Wasser sich verlaufen hatte auf der Erde. Und nachdem er noch weitere 7 Tage gewartet hatte, sandte er die Taube wieder aus. Da kam sie nicht mehr zu ihm zurück. Ja. Ja, das Verhaal erinnere ich mir noch van de Pinkstergemeente, dat ik dit zo mooi vond. Ja, je hebt 7 Tage, 7 Tage, 7 Tage. Ja. Ja. Dus misschien een symbool voor een... voor die, wie heet dat in Nederlands? De göttliche Mission. Göttliche Missie. Ja. Maar ja, 7 is het goddelijke getal, hè? Ja, ja. Het perfecte getal. Ja, ja. Ja. Daarom altijd 7 dagen wachten. Mm. Ja. Ja, dat is een heel mooi verhaal. Dat is het juiste verhaal. Dat, dat zijn, dat is onze verhaal van ons mensen hier. Ja. Dat is het pure verhaal van de Bijbel. Dat is niet van een mens geschreven of van een mens herdacht of zoiets. Mm-hmm. Ja, dat zijn 99.x% van die mensen buiten die geloven aan iets anders. Ja, die geloven aan evolutie. Mm-hmm. Geloven aan verschillende goden en misschien duizenden of Indische goden en andere mensen die geloven aan ihre doktoren en professoren en zoiets. En heel veel mensen die geloven dat het niet waar is, want daar zijn zoveel verschillende versies van deze historische dingen die gebeurd zijn, die in de Bijbel staan, mm-hmm. die zijn mm-hmm. zo veranderd en in detail zo veranderd. Ja, als je dan ziet op verschillende manieren, zo Dante's Inferno bijvoorbeeld, of Paradise Lost en dit en dat. En elke keer is een beetje waarheid daarin en een heel veel hoge procent aandeel is daar aan leugen drin. En dat is het probleem. En als je de mensen dit vertelt, ja, daar was Noah met 8 mensen, daar waren ze samen in een boot en daar lachen die, ja. Mm-hmm. Lachen die en zeggen, ja, wat is dat oude vertaal? Ja, dat is helemaal vertaal. Wie gelooft daar in die Bijbel? Daar zijn zoveel clevere, smarte doktoren en professoren en, mm-hmm. En onderzoekers en ja, ja. Maar dat is het oorspronkelijke. En alle anderen die hebben van de Bijbel afgeschreven. En veranderd. En ook die Romein-Katholische Kerk met haar Bijbels. Ja, ja. Bijvoorbeeld, ja. Kijk, als ik op die esoterik gekeken heeft en studeerd heeft, ja. Daar heb ik verschillende meester gehad. Ja, die hebben een van dem was heel smart, waren die mensen. Ja, die waren heel smart. Die waren niet stomme mensen. En een van hem heeft mij verteld, ja, goed, Michael, moet je kijken. Ik beveel je aan, jij moet de Bijbel lezen. Je complete Bijbel lezen. Van vorne bis hinten, ja. Van Genesis naar Openbaring, ja. En dat heb ik ook gedaan. Het probleem was, ik heb mijn schoolbijbel genomen. En het was niet de juiste Bijbel
voor bijvoorbeeld niet de Statenvertaling King James Bijbel, mm-hmm. Bijbel of die Slachter in Duits. Ja? Dat was mijn schoolbijbel die ik heb van vierde of vijfde klasse. Ja? Mm-hmm. En daar staan heel verschillende Dinge drin en ein paar Dinge, die miss je, ein paar Dinge, die zijn dan niet juist. En da heb je dan geen slechte Gedanken. Dan denk ik ook, ja, als je dan een esoterik meester heeft, ja, die heel veel Erfahrung heeft en die 20 of 30 jaar ouder is als jou, ja, en die zegt tegen jou, ja, moet je de Bijbel lesen, ja, da denk je, alles is oké. Ja, da denkt ihr, oh, das ist, das macht Sinn, ja, das ist ein Mensch von der hohen Kant, ja, von jouw Zeit, ja. Und ja, das ist ein hele Problem, dass da so viele Versies von der Bibel. Und ich habe dann bijvoorbeeld ein Bild in verschiedene Verses, die ich da altijd opkijk. Und da sehe ich dann, dass die hele gewone Bibel, die meeste Menschen gebruiken, die zijn nicht wahr. Die zijn helemaal niet wahr. Die zijn een beetje veranderd hier. Dat is zo, in Duits noemen we het salamitactiek. Ja? Je maakt elke 20 of 30 jaar, zo elke generatie, dan maak je een cut. Ja? En dan voeg je een deze woord bij, of neem je dat ene woord weg, of we maken je hier een beetje anders en hier een beetje anders en zo. En dan kijk je dat op een... als je dat dan maakt voor 7, 8 generaties, voor 250 jaren, ja, dat staat er helemaal wat anders in. Die bedoeling is niet meer die originele als het bedoeld was. Klopt. Ja, er zijn heel veel dingen veranderd en je hebt hier een nieuwe translatie en een nieuwe King James Bible en een nieuwe Statenvertaling. En zo. Ik weet niet wie het in Nederlands is. Welke jaar van de Statenvertaling is de beste? Ik weet het niet. Ja, degene die ik heb die refereert aan de 1637 vertaling. Ja. Die gaat dan door voor de meest pure. Die vrouw hier van de boekwinkel, die zei van... ja, we hebben ook een andere nog. En toen zei ik, nee, die wil ik helemaal niet. Ik wil de ouderwetse. Dus ja, maar er staan hele ouderwetse woorden in. Ik zei, ja, dat maakt me niet uit. Mm. Dan moet ik dat woord maar opzoeken met translate.google... of op een andere manier. Want er staan inderdaad wel bepaalde woorden... zijn heel erg ouderwets. Maar ja, wat maakt dat nou uit? Liever heb ik dat dan dat er voor mij iemand gedacht heeft van... oh, dat veranderen we wel even. En los daarvan, ik vind het ook wel leuk staan... dat ik een boek heb met het Nederlands uit 1637. En het is prima te lezen. Ik heb het net voorgelezen en ik garandeer je... dat Nederlandse talige mensen dit prima kunnen verstaan. Daar heeft niemand moeite mee. Het geeft ook een beetje rust in de tent. Ja. Ik heb intussen heb ik een beetje opgekeken voor een beetje gezocht voor die Ölbaumblad, ja, wat die Dolf daar heeft gevonden. En dat is de enige keer in de Bijbel, in de Slachter hier, waar die Ölbaumblad is genoemd. Er zijn wel verschillende verses voor die Ölbaum, waar het gaat om de bedoeling dat jij met die Öl. Jörg, jij moet mir aushelfen. Mit Ölsalben, das weiß ich nicht in Niederländisch. Ja, ja, das ist über Jesus Christus ist der Gesalfte. Gesalft mit Oli. Ja. Oli heeft een betekenis van reinheid. Ja. Oli wordt ook gebruikt om vuur aan te steken. Ja? In de Bijbel doet men... doet men geen kaarsen afbranden, gelijk de katholieken, maar doet men olielampen gebruiken. Ja. En we hebben ook dat verhaal van de 10 maagden, sommige met olie en sommige zonder olie. Olie staat dus ook voor een reine doctrine, een reine leer, of voor de leer van, zoals wijn dat ook doet. Ja? Wijn is voor de reine leer, azijn is voor de verkeerde leer, en zo verder en zo verder. Het is gelijk dat Michael in het begin gezegd heeft... de Bijbel leest niet gelijk Moby Dick. Of Harry Potter. Ja. Als je de Bijbel gewoon probeert in 3 dagen door te lezen, dat kun je doen. Dat is 1500 bladzijden of iets. Dat is geen probleem, dat kun je doen. Maar dan heb je er geen bal van gesnopen. Ja. Ik wil even reageren.
Dit is wel leuk dat we dit dan toch het Duits erbij hebben. Want in het Duits heet de olijfboom. Mm. Die heet op zijn Duits dus de olieboom. Ölboom. En op zijn Nederlands heb je dat er niet. Want dan heet het een olijfboom. En natuurlijk worden van de vruchten van de olijfboom wordt olie gemaakt. Maar de connectie tussen... Ik. Zeg je? Van de pitten, dacht ik, wordt dat olie gemaakt. Dat niet van de olijven zelf. Van de pitten. Daar kan je een... Nou, dat, want ze spreken ook wel over. Nee, maar dat gaan we nu niet... Daar weet ik van te weinig van. Maar, ja, ik ook. Ja. Maar in elk geval... Dat we eten maakten van het vlees. Ja. Dat wordt geëxtracteerd uit het vlees. Maar ik denk, de pitten worden ook nog tot iets gebruikt. Maar ja, zwart. Oh, ja. Dat is niet anyway, de connectie naar die olie en die gezalfdheid, dat is, die klopt. En daarom is het ook de olijf. En daarom, ja, daarom dus de olijf. Het heeft te maken met die olie. Ja, daar kun je gezalving. Daar kun je misschien een uitzending maken voor omega 3. Want ik denk dat die... dat die reden waar Jörg opkwam met die Moby Dick is misschien dat, dat walen en waaldieren hebben heel veel visolie. Fett, tran. Ja, en daar zijn Omega-3. Fettenden. Ja. Ik denk misschien kan dat was misschien ook de reden waar Jörg damit... En ook denk er eens een keer over na. Er staat dus hier Ölbaumblatt. Ja, dus olieboomblad staat er hierin. In de Statenvertaling staat in de plaats van olieboom, staat er, laat me eventjes een keer zien, dat is vers... Olijfblad zit hier, een afgebroken olijfblad. Olijfblad. Daar staat olijfblad. Ja, olijf, denk je niet dat dat ook zou kunnen zijn dat ze dat olijf noemen vandaag de dag omwille van dat ze ons dat olie niet zo willen geven? Ja, daar is maar dat in feite de olijfboom een olieboom is en voor wat olie in feite daadwerkelijk staat. Mm-hmm. Dus ga ik dat woord een klein beetje veranderen en ik maak het de mensen weer moeilijk om de juiste referentie te leggen, om het te begrijpen. Mm-hmm. Ja? Olijven staan in dit opzicht voor olie. Ja. En olie staat voor een zalving. En Jezus Christus is de gezalfde. Ja. Ja. Ja, dat geloof ik wel. Dan pak ik even dan bij wat er dan in de... In de King James. In de King James staat. Olive leaf, ja. Daarmee is sneller dan ik. Even kijken. Vers 11, olive leaf staat. Ja, hier staat olive leaf. Dus dat correspondeert direct met het Nederlands dus. Olijfblad. Ja. Ja, en dan zou ik, als ik de tijd vind, dan, want ik word steeds beter in mijn Hebreeuws, ben ik toch wel geïnteresseerd in wat er dan staat in de Hebreeuwse tekst. Ja, daar kunnen we eens een keer nakijken als ze die soort een keer openen. Ja. Het zou mij niet verbazen als het in het Hebreeuws dus ook gesproken wordt over de olieboom. En de 8:12 olieboom is dat, hè? Wat zei je? 11. Olive. Ja. Oké, olive komt van het Hebreeuwse woord... Ja, zayit, probably from an unused root, an olive as yielding illuminating oil, the tree, the branch, or the berry. Zal ik anders even een keer mijn scherm gaan delen? Ja. Dan kun je daar mee zien, want je hebt dat niet open, hè? Nee. Ja, dan deel ik eventjes een keer mijn scherm. En dan kun je dat een keer zien. Hier is dus Esort. Ja? Even kijken hoor, dus ik zie nog Genesis. Niet jou. Oh, daar zie ik in het klein zie ik jouw scherm. Even kijken. Ja, dan moet je het een keer groot doen. Dus ik heb het hier totale scherm. Dat is Esort, ja. Genesis 8 vers 11. Wacht, 1 seconde. Ik zie, ik zie niet jouw scherm volledig in beeld, dus dat... Nee. Zouden dat we moeten. Schade. Nu, dat is mijn Skype hier. Dus dat zie je nog wel. Ja. En dan zie je hier. Ja, dat zie ik alleen in een klein icoontje. Dat scherm kan ik niet groter maken. Ja, ik zal het maar proberen binnen te stappen, oké? Okay? Ik zal mijn scherm delen, oké? Okay? Zal ik dat doen? Doe maar, ja. Ja, probeer maar. Als het bij mij niet werkt.
Ja, misschien. Zie je het nu? Nee, heb ik nog niets. Nee. Nee, dit... Mijn scherm werkt nog altijd, want die is nog altijd rood omkaderd. Ja. Ah, oké. Okay. Dus nu. Nee. Nou ja, goed. Ja, nu jij is kan de mijne weg. Ja, precies. Nu is dat van jou, ja. Dan zie ik ja, dat. Okay. Als ik Skype nu helemaal groot doe, dan zie ik het over de hele scherm. Ja. Mm-hmm. Nee, bij mij niet. Mm. Dat is jammer, want ik ben de opname aan het maken. Dus. Ah, oké. Okay. Nou ja, goed, schade. Maar wat in e-soort, daar vond je dus, daarin vertellen ze het in het Hebreeuws, de olijfboom, leggen ze dus wel een connectie naar die olie. Dus in ja, het Hebreeuws is het dan... Je moet niet kijken naar blad, je moet olie kijken. Hier, olijf, 21:32 moet je zien. Mm-hmm. Ja, zayit. Ja? Waarschijnlijk van een oude, ongebruikte wortel, erkin, also gerelateerd aan H2099, dat andere woord, een olive, ja, een olijf, as yielding illuminating oil. Ja? Illuminating oil. The tree, the branch, or the berry. Olive tree, yard, olivet. Ja. Ja. Dus hier staat dus ook geen relatie naar olie naartoe, maar dat is wel die relatie die ik daar naartoe geef, omwille van dat olijfolie juist als... als brandende olie voor lampen en dergelijke meer gebruikt wordt. Ja, Perry, neem de jij maar terug over dat die mensen uw scherm zien. Als jij dat niet kunt zien, dan heeft de halve kan niks uit. En dan moet jij maar eens een keer e-sort op jouw computer installeren voor volgende keer. Ja. Dat zal kijken of dat kan krijgen voor een Macintosh. Jij kan mijn scherm nu weer zien? Ja. Maar, ja. Dat lukt. Right. Maar dus in elk geval, dat is wel heel interessant dat we dat eens niet gezien en dat we ook weten waar olie voor staat. Ja? Mm-hmm. Dat wil dus zeggen de gezalfde, ja? Jezus Christus. Christus wil zeggen de gezalfde. Daarom, er wordt ja voorspeld, als Jezus voor Jezus geboren wordt, zegt de engel ja, en zijn naam zal Emmanuel zijn, wat wil zeggen God met ons. Mm-hmm. Ja? En toch noemt hem dan in een keer Jezus Christus. Ja, waarom? Hij is Jezus, hij is de Christus. Ja. Ja. Mm-hmm. Jezus Christus is bij wijze van spreken dus de eerste mens met voor- en achternaam. Ja. Jezus voornaam en Christus achternaam. Daarvoor hebben die mensen altijd maar één naam gehad. Ja. Maar dat is maar een anekdote, dat is niet waar. Voor- en achternaam werd later door de Romeinen ingevoerd om de mensen te kunnen belastingen laten betalen. Dan kunnen niet alles maar één naam hebben. Dus... Dat is een andere zaak. Maar dus de Christus is de titel van Jezus. Ja? Klopt. Die zijn achternaam. De Gesalfde, dat is de titel. En dus bij Gesalfde moet je uiteraard aan olie denken. En Jezus wordt ja ook gezalfd. Enerzijds door die vrouw, was dat Maria Magdalena of zo, die ene keer met haar haar en de voeten en weet ik wat allemaal. Dat zijn allemaal verhalen, daar komen we ooit niet keer naartoe, als we ooit in die Bijbelstudie zo ver geraken, dan zullen we wel zien, als we aan deze snelheid doorgaan, dan zal dat zijn voor het jaar 2085. Ja. Maar dat is het punt niet. Het punt is dat we eventjes uit deze les meenemen. We hebben geleerd dat elke maand 30 dagen heeft. We hebben geleerd dat de 10e maand van het jaar niet december, de 10e december is niet de 12e maand, maar is de 10e maand. Dus ze hebben ergens het jaar veranderd in de maand aflopen. Ja. Dat weten we sowieso al, omwille van dat het jaar niet begint op 1 januari, in het midden van de dode winter, maar dat het nieuwe jaar begint met de maand Abib, als ik juist geïnformeerd ben, wat wij vandaag de dag april noemen, ja, de eerste volle maan, van wat we vandaag de dag de 4e maand van het jaar noemen, waar de aarde terug tot leven komt, waar de lente is, waar de dingen terug kunnen gaan leven. Dat is dan ook het begin van het nieuwe jaar. Daar hebben we nu vandaag niet geleerd, maar dat is uiteraard de verdere leer die je daaruit trekt als je met die maanden verder leert. Hè. De maand september, sept staat voor 7, ja. Oct staat voor oktober, staat voor 8. Ja. November, de novena, die ze zo graag in de Romeins-Katholieke kerk houden, ja, dat heeft te doen met de 9. En dus december staat voor 10 en niet voor 12, want de mensen willen graag bedrogen zijn. Mundus vult de cipi, ergo de cipiatur. Ne? Zo zegt men dat mooi in Latijn, in die dodentaal. De wereld wil bedrogen worden, dus wordt ze bedrogen. Punt aan de lijn. Als je het beter wilt weten, dan moet je het maar zelf gaan weten. Als je het beter wilt weten, lees de Bijbel. Doe gelijk wij. Lees gelijk bijvoorbeeld wij vandaag gedaan hebben, Genesis 8. Ga volgende keer verder. Ik heb mijn zesje gedaan en mijn samenvatting. En ik laat het eindwoord dan graag aan mijn twee broers, Michael en Perry, over. Oké, Michael, jij mag.
Ja, ik mag, maar ik heb geen... Nee, ja, Jurk heeft het een beetje al gezegd. Ik heb het niet. Ik denk, ik heb heel veel gepraat dit keer. Als ik het nooit doe. En ja, die olief is heel interessant, want in die olief staat drin de olie en live. Ja, misschien. Ja. Ik weet het niet. Ik heb niet onderzocht, maar ik vind het heel belangrijk dat de eerste... Ding, wat vorkwam op dit aarde, was die olive branch of so it's and that's that oh sorry I'm in English ich denke hey, belangrijk dat die erste onderwerp hier op die nieuwe aarde als je en niet die nieuwe aarde die komt naar Jesus Christus terugkomt dit aarde na die Sintflut. En dus, ik denk, het is heel belangrijk als we daar die connectie zien naar Jezus Christus. En Jezus Christus is die enige die ook die connectie heeft met die Dolf. En Jezus Christus is die enige die ons zult helpen hier, kan helpen hier. En dat is dit op daarom lezen we hier de Bijbel, want de Bijbel is het Oude Testament en het Nieuwe Testament is de getuigenis van die oorsprong van de wereld en ook dat van de Schepper, Jezus Christus. En dat is een ding, als je het Oude Testament heel goed leest en studeert, dan zal je uitvinden dat Jezus Christus alle dingen gemaakt heeft. Want in Johannes 1:1 staat, aan Anfang was dat woord en dat woord was bij God. Ja. En door dat woord is alles gemaakt worden. Ja. Ja? En dus Jezus Christus is dat woord. En dat is de frohe Botschaft in Deutsch. De frohe Botschaft is dat elke keer als ich die Bibel lese in verschiedenen Talen, dann dann bin ich ein bisschen rüstiger. Und das ist ein sehr gut Ding. Und bedankt Perry, dass ich hier kann teilnehmen auf diese Bibelstudie. Super fein. Nou, jij ook bedankt Michael en Jörg Liesman ook hartstikke bedankt. Ik vond het een hele leerzame. Ik vind het echt heel erg leuk dat wij het Engels pakken, het Nederlands pakken en het Duits pakken. En dat we vanuit drie talen, vanuit drie oriëntaties kijken naar het woord van God. Ik ben er hartstikke groots mee met deze twee fantastische Bijbelbroeders. En ik zeg tegen jullie op zijn Hamburgs met z'n allen, tjus en bis nächste Mal.